We zijn hier vandaag in de Kalverstraat in Amsterdam bij de FIFA 16 Experience. FIFA 16 is vandaag uitgekomen en er is een toernooitje georganiseerd voor de pers. En ik ben natuurlijk uitgerekend de persoon die daarvoor moet gaan winnen voor NWTV. En wat kunnen we winnen? Een Xbox One. Nou, de twee wedstrijden zijn er net afgelopen. Ik heb twee keer gelijk gespeeld. Twee keer 1-1. Het waren niet hele goede potten, van beide kanten niet. Ik heb wel veel kansen gekregen. Daar moet ik wel wat misschien aan gaan doen, dat ik een beetje die kansen kan afmaken. Maar de laatste twee zijn nu aan het spelen en kijken wat dat wordt. Als eentje wint, dan zijn hun door en anders gaan we nog een keer spelen. En er is afgefloten. Penalties. Ik ga... Shit. Oké. Zie je dit? Ik sta helemaal te shaken, want ik ben gewoon door. Met penalties net. Je had het kunnen zien, het was zo verschrikkelijk spannend. Maar hij miste er twee. Ik hield eentje trouwens tegen, hè. Dat had je ook gezien. Het was zo verschrikkelijk spannend, maar ik ben gewoon door. Ik ga naar de halve finale. Wat een halve finale. Echt niet te geloven. We hebben zelfs twee keer moeten spelen omdat het zo ongelooflijk was. Ik heb op een hele smerige manier de winnende goal gemaakt. Wat dus fout kan bij FIFA is dat je de uittrap van de keeper kan blokkeren. En precies op dat moment scoorde ik de 2-1 in de verlenging. Het was net te laat om dan nog op net naar penalties toe te gaan. Dus we hebben besloten, weet je wat, we spelen nog een keer. En dan de golden goal. En degene die als eerste scoort, die wint. Alsnog zijn we 80 minuten bezig. Maar alsnog, ik heb net de winnende gescoord. Ik ga gewoon naar de finale. Helaas, ik heb verloren. Met penalties. Het was 3-1. Ik heb er 4 gemist of zo. Ik weet het allemaal niet meer. Het ging zo roes. Maar ik heb verloren. Maar ik ga niet met 9 handen naar huis. Ik heb geen Xbox, maar ik heb wel FIFA 16 voor de PlayStation 4. En hij is nu overal te koop. Dus ik zou zeggen, spelen maar.